Nigo Panikolaou, coach van Futsal Hasselt. Vanavond gelijk gespeeld 2-2 tegen Kreinen gegen Smalle. Woensdag ook in Beker van België gelijk spelen 4-4 tegen dezelfde ploeg van Malle. Wat zijn uw indrukken na deze twee wedstrijden? Twee sterke ploegen. Allebei aan elkaar gewaagd met twee maal een gelijkspel. Ik denk dat twee maal de juiste uitslag was. Nu de vier punten tussen Hasselt en Malle blijven in het klassement. Dat betekent dat de play-offs steeds korter voor Futsal Hasselt komen. Ja, nee, maar er zijn nog 13 wedstrijden, dus de competitie is nog heel lang. Ik vind het alleen jammer dat Kajas Beringen gestopt is. Zodoende komen we op 4 punten. Normaal gezien hadden wij 6 punten voorsprong. Dat vind ik wel jammer, ja. En vanavond, afwezigheid van Ismaël El Ghoubzouri bij Malle, heeft het een rol gespeeld in het resultaat van vanavond? Met Ismaël erbij hebben ze meer creativiteit. Dat betekent hij kan een man uitschakelen en dan komen wij misschien in een moeilijke situatie. Ik was natuurlijk blij dat hij niet meespeelde. Maar anderzijds zeg ik ook, Ismaël heeft ook zijn minkanten. Dat betekent hij laat regelmatig zijn speler in zijn rug weglopen. Hij verliest ook eens een bal in een actie. Ja, dat is vandaag niet gebeurd. Vandaag hebben we gewoon twee sterke ploegen tegen elkaar. Fies is keihard gewerkt om deze uitslag te halen met een juist gelijkspel. Ja. Oké, bedankt en veel succes in de komende wedstrijden. Oké, dank u.